Ik hoop bij de andere wedstrijd wel dat er nog een derde wedstrijd komt. Want het zou wel jammer zijn als we die dinsdag geen wedstrijd hebben. Dus Ja, ja. dat snap Eigenlijk ik. hoop ik dat wel bij één van beiden in ieder geval dat het 1-1 gaat worden. Dames en heren, jongens en meisjes, heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Korfbal Inc. Vandaag bespreken we alle play-off duels, zowel uit de Korfbal League 1 als uit de Korfbal League 2. We kijken even naar het EK onder 19 en we hebben het nog een keer over het beachkorfbal. Natuurlijk kijken we ook vooruit naar de komende week, want er staan een heleboel wedstrijden op de planning. Dat doen we vandaag met Wilco van der Bos, Mark Houtman en André Zwart. Heren, fijn dat jullie er aangesloten zijn vandaag. Goedemiddag. Altijd leuk. Ja, nou even kijken. Mark, jij hebt vorig jaar ook al een aantal keer in de podcast gezeten, maar kun je je toch nog even kort voorstellen? Ja, mijn naam is Mark Houtman. Ik ben trainer bij Unitas Perspectief. Eigenlijk al wel gekorfbald en eigenlijk de laatste 4 jaar daar ben ik trainer van Unitas 1 Perspectief van het eerste team. Ja, leuk. Fijn dat je er weer een keertje bij bent. Ja, en André, jij hebt natuurlijk niet heel veel introductie nodig, mag ik hopen, voor onze luisteraars. Je bent natuurlijk kort geleden nog maar gestopt in de selectie bij LDODK. Wat doe je nu allemaal nog binnen de korfbalwereld? Ik speel nog in het derde, reserve korfbal League 2, dus nog steeds wel een leuk niveau. Ja. En verder actief binnen de club, schoolkorfbal doe ik binnen LDODK. Ik ben bezig met, of in ieder geval tijdens wedstrijden van het eerste, regelmatig als analist aanwezig. En veel in de sportzaal. Ja, leuk. En natuurlijk nu onderdeel van de beachkorfbal selectie. Ook nog, ja, dat is een leuke bijkomstigheid die eigenlijk een beetje per toeval op mijn pad gekomen is. Dus, maar wel heel leuk. Ja, leuk. Daar gaan we het straks zeker nog eventjes over hebben. Voor nu gaan we lekker beginnen met het bespreken van de wedstrijden, want we zijn eindelijk aangekomen bij het slot van die competitie. En in de Korfbal League stonden gisteren de eerste play-off duels op het programma, die tussen PKC en KZ en die tussen LDODK en DVO. Wilco, wat was de eerste play-off tussen PKC en KZ? Wat was het voor wedstrijd? Ja, het was een mooie wedstrijd in een sfeervolle hal. Maar ja, zoals we straks ook zullen horen bij de wedstrijden, volgens mij waren ze overal stijf uitverkocht. Dus ja, wat dat betreft kunnen we ook laten zien dat korfbal echt een fantastische sport is om ook naar te kijken. En niet alleen maar om dat te lezen of zo, maar gewoon om erbij te zijn. En dat is fantastisch. PKC, het sfeertje was fantastisch in de hal. Hartstikke leuk. KZ had en ook een bult publiek bij zich. Wou we er ook graag voor gaan. Was echt heel erg leuk. Nou ja, KZ kwam ontzettend hard uit de startblokken. En het werd 2-0 en 3-2 voor KZ. En ja, het was gelijk duidelijk wat KZ wou. KZ wou echt strijd, vechten en het zo, de huid zo duur mogelijk verkopen. Ja, ja we kregen daarin mooie koppeltjes. We Rijn van der Goorberg versus Olaf van Wijngaarden in de verdediging. En Olaf van Wijngaarden die alweer oud ging verdedigen. Ja, dat was op voorhand natuurlijk al een fantastisch duel om te gaan zien. Maar goed, KZ doet dat heel goed. Komen fantastisch uit de startblokken. Doen het fantastisch. Het loopt uiteindelijk wel op dat het 5-5 wordt. En daarin gaat PKC op een gegeven moment een gaatje maken naar 7-5. 12-7 rust. Ja, dan zie je ook wel dat PKC het eigenlijk de storm over zich heen heeft laten komen. En daarna gaat spelen. En de rebound is gewoon heel goed verzorgd. En daarin duidelijk verzorgend speelt. En heel veel pogingen heeft. Heel veel meer pogingen ja, dan bij KZ. En bij KZ met name het vak van Carlo de Vries, Kevin Dick, had het heel moeilijk om hun überhaupt over te houden. En ja, ik denk dat het aantal pogingen onder de 1 lag per aanval. Ja, dan maak je het, dan wordt het heel moeilijk. En ja, goed, zo is het. Maar goed, PKC zet er ook wel heel veel druk op. Maar goed, ook KZ gaat de kleedkamer in met 12-7. Komen daar weer uit en starten eigenlijk weer furieus. En echt fantastisch. En ja, ze komen op 12-11. En dan denk je bij jezelf van, wauw. Nou, we gaan eens kijken. We gaan er eens goed voor zitten. Anouk Haas was in het veld gekomen, waardoor Kevin Dick en Carlo de Vries toch ook wat makkelijker konden gaan herhalen, een paar keer. Kevin Dick schoot met name gewoon goed en zorgt eigenlijk ook gewoon dat ja, KZ eigenlijk weer helemaal terug is. Maar goed, PKC ligt daar niet van wakker op dat moment. Je ziet ook gewoon geroutineerd doorspelend en ja, van die 12-11 lopen ze ook weer naar 16-11. Ja, met name Richard Kunst in die fase en Sander van der Werf, ja, fabelachtig. Sanne van der Werf schiet een paar hele belangrijke droge ballen binnen. Ja, dat doet ze gewoon fantastisch. Eindigt met 6 treffers. Ja, en Richard Kunst. Ja, alsof hij weer een aantal jaren terug was en speelde. En ja, in zijn speeltuin stond en heerste.
En eigenlijk niet zien waarom korfbal eigenlijk zo mooi is. Maar goed, ja, dat was wel pijnlijk voor KZ. Want ja, met name Olaf van de Wijngaarden en Richard Kunst overheersten. Ja. Ja, Alwin Oud hebben we eigenlijk gewoon niet gezien. Kwam niet in het spel voor, in de scorende rol die hij eigenlijk zou moeten hebben. Ja, en daar zou Marjanus Schenk natuurlijk ook moeten zijn. Maar die hebben we ook niet gezien. Dus ja, op een gegeven moment, ja, de wedstrijd loopt een beetje dood. Dat waren we ook een beetje bang voor. En ja, Pekers loopt gewoon verder uit. KZ blijft zijn uiterste best doen, blijft ontzettend hard knokken. Maar kwalitatief is het gewoon te weinig. We zien op een gegeven moment ook op de scoreborden. Zien we staan 110 pogingen PKC, 70 pogingen van KZ. Ja, dat zegt ook wel genoeg. Het schotpercentage scheelde niet eens zo heel veel. Maar ja, uiteindelijk eindigt de wedstrijd in 26-16. Ja, niet onverdiend. En ja, het geeft ook wel het beeld weer van de wedstrijd. Ja, ja, dus wel een ruime uitslag, hè, in het voordeel van PKC. Ja, helaas. Ja, hoe anders, André, was dat in Gorredijk? Nou, dat was in ieder geval een close wedstrijd. Dat was ook wel een beetje een verwachting vooraf. En eigenlijk de beginfase waar we vooraf de livestream met Richard van Vloten bespraken van een mogelijke storm van LDRK die uit de startblokken zouden schieten. Ja. Was het eigenlijk DVO wat uit de startblokken schoot? Kwamen binnen 5 minuten denk ik 0-4 voor. Waarbij op 1-5 vlak daarna Jeffrey van Hunen er al drie in op liggen. Die schoot begin ontzettend goed. Ja, en eigenlijk is dat gaatje de eerste helft constant wat gebleven. Volgens mij was 3-8 de grootste voorsprong voor DVO. En vlak voor rust kwam LDRK terug tot 8-10. Maar zag je wel dat gewoon aanvallend aan beide kanten redelijk moeizaam was. En de verdedigende druk, met name van DVO, vond ik het LDRK heel lastig maakte om tot rust een goede kansen te komen. Ruststand was uiteindelijk 8-11, vlak voor de staande Lieve Korten nog met een mooi donderbal. En op dat moment ook volledig verdiend. Nou ja, dan de tweede helft. Zag je eigenlijk dat DVO aanvallend gewoon heel veel moeite kreeg. De eerste 10 minuten hebben ze na rust niet gescoord. Ik denk zelfs de eerste 12 minuten na rust niet. Alleen daar heeft LDRK veel te weinig van geprofiteerd. In die zin dat ze wel van 8-11 naar 12-11 voorsprong gingen. Ram Faber schoot op de 12-11 binnen. Dat was de eerste voorsprong voor LDRK. En eigenlijk was dat ook wel het moment dat je dacht van nou, die wedstrijd is nu gekanteld. De spirit bij LDRK zat er meer in. Je zag dat echt de wil om te winnen. De eerste helft, nou ja, straalde de ploeg dat wat minder uit. Toen in die fase heel erg. Maar DVO bleef rustig. Menno van der Neut maakte de 12-12. En toen kwam LDRK toch 14-12 voor. Dus de eerste 2 punten marge voor LDRK. Ja. Maar daarna was denk ik nog 9,5 à 10 minuten te spelen. Heeft LDRK niet meer gescoord. En na die 14-12 schoot Rosalie Peters invalste haar tweede bal meteen binnen. Was meteen 14-13. En ik denk 2 minuten later via nog 2 damesgoals... 14-15 voor DVO. En ja, daarna heeft LDRK genoeg aanvallen gehad. Maar kregen ze niet voor elkaar om doelpunt te maken. Mede doordat ze eigenlijk in mijn ogen wat te veel wisselende plannen speelden. De ene aanval bij de dames voorin. Dan weer aanval weer een keer op Harjan Visser. Dan aanval waar Julian Frieswijk weer een aantal schoten pakte. Dus ik vond het daarin wat onduidelijk. En niet het vertrouwen hebben in een duidelijk plan. En dat was bij DVO, ondanks dat ze in die fase ook niet tot een doelpunt kwamen en ook niet hele goede aanvallen speelden, was het plan in ieder geval wel duidelijk om met name de dames uit te spelen. Okay. Met Danielle Boadi en volgens mij Rosalie Peet die er toen naast stond. En vlak voor tijd kreeg Jeffrey van Hunen nog een strafworp en maakte hem. En dat was de definitieve beslissing. Wow. Maar eigenlijk was het daarvoor al klaar. Ja, en 14-16 is best wel nou, een lage score, hè? Zeker als we kijken naar de andere wedstrijd. Waar heeft dat aan gelegen? We schoten beide ploegen niet goed? Was de bewegende druk juist heel goed aan beide kanten? Ja, altijd natuurlijk, vaak is dat natuurlijk een beetje een combinatie. Ik vond dat DVO wel echt heel veel energie legde in het verdedigen. En ik vond ook echt dat LDRK prima uit verdedigen prima voor elkaar had. Dat speelde zeker een rol. Maar er werd ook matig geschoten. Volgens mij zat LDRK op een gegeven moment van afstand onder de 10%. DVO er net boven, misschien toen op 15. Ik weet niet waar het op geëindigd is.
En ook kansen aan de binnenkant. Want na rust zag de LDK echt wel meer met druk naar binnen voor de doorlopbal slash strafworp. Maar ze hebben ook best nog wel doorlopballen gemist. En dat waren niet altijd makkelijke doorlopballen. Maar wel veel kansen gemist wat dat betreft. Ja. André, ja. Mag ik je wat vragen? André, ja, zeker. We hebben een Terrence Griemink International langs de lijn lopen. Liep ook de hele tijd warm. Ja. Wordt niet gebracht. Verbaast mij toch een beetje. Zo van, ja, je moest eigenlijk iets veranderen en dan komt zo'n international niet binnen de lijnen. Nee, dat vond ik ook wel verbazingwekkend. Dat snap ik eigenlijk ook niet. En ik denk dat er meer waren die hem zeker wel hadden gebracht. Ja. Ik snap wel in die fase na rust dat het van 8-11 naar 12-11 en 14-12 gaat. Dat je het gevoel had dat de wedstrijd kantelde. In die fase denk ik dat je niet per se hoefde te wisselen. Maar in die slotfase sowieso, dus die laatste 10 minuten. Ik zou denk ik daar Terrence wel gebracht hebben, ja. Oké. Okay. Ja, en als we dan kijken naar het laatste stukje van het seizoen en nu zo van LDRK, dan behaalden ze eigenlijk die tweede plek door de overwinning op KZ, maar hebben ze daarna eigenlijk nu 3 nederlagen op rij. Hoe kijk jij daarnaar voor LDRK? Ja, dat is niet lekker. Nee. Dus dat geeft aan dat ze eigenlijk niet in topvorm zijn. Nou, dan mag je nu in ieder geval... Kijk, voor de wedstrijd hadden we het met Gerald Aukers ook over. Speelt dat nog een rol in de aanloop naar zo'n wedstrijd? Dan is het natuurlijk het antwoord van dat in principe geen rol speelt. En dat hoeft natuurlijk ook niet, want het begint weer opnieuw. Ja. Er stond niks meer op het spel. Maar het is natuurlijk nooit lekker, want je wil het liefst een beetje zoals PKC en DVO nu wel, wat hadden de laatste wedstrijden steeds wat opbouwen naar die play-offs toe. En dat ook met vertrouwen doen. Ja. Dus ja, ik denk dat het altijd ergens wel een klein beetje een rol speelt, ook in voorbereiding op zo'n volgende wedstrijd weer. En krijgen ze dat de volgende wedstrijd wel voor elkaar? Want ik hoor Femke Faber na de wedstrijd zeggen van, joh, we kregen het weer niet voor elkaar. Ja, dat spreekt toch wel een beetje uit van, nou, weet ook niet zo goed wat we dan wel moeten doen. Nee, zo komt dat in ieder geval wel wat over. Ik heb wel het hele seizoen het gevoel gehad dat er echt wel heel veel vertrouwen in de ploeg zat. En misschien nog steeds wel zit. Maar ja, je begint natuurlijk met 3 nederlagen achter elkaar. Is dan toch wel even een mentaal tikje, denk ik. Ja, je hebt natuurlijk heel lang de kop gedraaid van de Torre League. En gewoon prominent bovenaan gestaan met een kwalitatief natuurlijk zeer sterke selectie. Ja, en dan krijg je even wat tikken. En ja, hoe kom je daar weer uit? En je moet er nu wel heel snel uitkomen. Anders gaat het mis. Ja, je mag niet meer verliezen. Zo simpel is het. Nee, precies. Nou, we gaan even kijken wat ze er volgende week van gaan maken. André, dankjewel. Dan gaan we door met de Korfbal League 2. Vorige week werden daar al de eerste play-off rondes gespeeld. AWDTV won na de verlenging van Unitas. En DSC won eigenlijk ruim van Top Sassenheim. Mark, om maar even bij jou te beginnen. Hoe zat het gevoel bij jullie na de wedstrijd van vorige week? Jullie verloren in die verlenging. Maar hoe zaten jullie daarin na afloop? Ja, we verloren inderdaad de wedstrijd na de verlenging. Maar ik denk wel de wedstrijd zelf, zeg maar. In de reguliere speeltijd speel je gewoon gelijk. Ja. Tegen een heel sterk AW. En dus ondanks dat verlies in de verlenging gaf natuurlijk wel vertrouwen voor de return. Hè? Dus ja, dat je met de wedstrijd hard te maken in de duels, maar dat je echt wel weerstand kon geven aan AW en ook in de hal in Amsterdam. Dus dat heeft best wel ondanks verlies veel vertrouwen gegeven voor de return in Harderwijk. Dus dat hebben we wel meegenomen. Ja, en dat hadden jullie ook nodig, want je stond natuurlijk 1-0 achter, dus je mocht niet meer verliezen. Nee. Nou, dat hebben jullie ook niet gedaan. En daarmee natuurlijk die derde wedstrijd afgedwongen. Maar wat was het voor wedstrijd gisteren bij jullie in de hal? Nou, eigenlijk wel hetzelfde als bij AW in dit geval. En ik denk nog meer supporters op de tribune. Het was stijf uitverkocht eigenlijk al heel snel in het begin van de week. Dus je merkte net als in Amsterdam dat de wedstrijd echt wel leefde. Zowel bij AW supporters als bij Unitas supporters. En dat eigenlijk gewoon weer een mooie korfbalavond op het programma stond. Dus dat was... Dat was allereerst wel heel erg mooi om te zien dat het gewoon echt leeft bij beide kanten. Voor de rest was het even afwachten toen de wedstrijd startte. Is kwartier van tevoren hoe de opstellingen zouden komen te staan. En zou het anders komen te staan of zouden we weer tegen dezelfde, met name dezelfde spelers speelsters staan. Nou, had ik nog gekozen voor Jesper Smit en sterrenleider in de basis. Met name in de rekent op de rebounds kracht van deze twee spelers en speelsters. Dus daar hadden we ons wel op voorbereid. De wedstrijd startte wat dat betreft furieus. En onder leiding van
een goal van Mick Snell. Eigenlijk lag hij er eigenlijk al voor de scheid had gefloten, lag hij al door de korf. Hè. Dus hij is echt wel een van de betere spelers van de korfbevel op dit moment nog steeds in mijn beleving. Dus het ook een set. Ze moesten er gelijk tegenaan. Sabine Verhoef counter het al gelijk met 1-1. En ja, eigenlijk precies dezelfde wedstrijd als uit. Het is we maken er een harde wedstrijd van. Heel eerlijk, we proberen ook conditioneel daar slagen toe te brengen om de kwaliteit bij de tegenstander ook lager te laten worden. Maar ja, het gaat gewoon gelijk op. Wat wel mooi is, dat we eigenlijk om een non-score tot 6-3 voorkomen. En dat eigenlijk AW grijpt naar een time-out. En waaruit zeg maar tegen AW we nog over 3 spelen, met name dominant waren in de scores, stonden eigenlijk bij de eerste 6 doelpunten eigenlijk al 5 mensen op het scoreformulier. Okay. Dat is heel belangrijk voor de start van deze wedstrijd. We wisten dat wij zich zouden focussen op onze puntspelers en dat er ruimte zou komen op de andere spelers. En dat is wel mooi om te zien dat we daar ook in de breedte scores kunnen noteren. Na eigenlijk de time-out van 6-3 komen ze eigenlijk snel door een kans van sterrenleider op 6-4. Ja, en dan denk ik de mooiste goal van de avond door Noah Bijsbos, die een goede actie inside maakt, loopt door, krijgt volgens mij nog een duw in zijn rug, maar loopt door de korf heen en achterwaarts met één hand legt hij erin. Ja, een geweldige goal op dat moment en die moet het maar kunnen doen op dat moment en dat deed hij. En dat is wel mooi voor de wedstrijd. Yeah. Op dat moment staan we eigenlijk aan de goede kant van de scoren. We komen lopen uit naar 8-4. Ja, dan is het toch 2 keer Mick Snell die koud naar 8-6. Ja, dus dat is natuurlijk echt een speler van klasse, waar we onze handen vol in hebben gehad zaterdag. Maar we blijven eigenlijk wel erin geloven en we hebben ook van tevoren het plan besproken dat we blijven bij het plan en dat blijven uitvoeren. Onze krachten zoeken en met name ook verdedigend goed staan. En zodat we ook in de reboundzone niet al te veel weggeven. Nou, dat lukt gedeeltelijk. En eigenlijk richting de rust lopen we eigenlijk uit naar 12-10, waar we eigenlijk voor rust Thomas Hoekstra nog in hebben gebracht. En eigenlijk de 12-10 ook op het scorebord zet. En eigenlijk de hele eerste helft aan de goede kant van de score zitten. En waar je eigenlijk bij AW heel veel terugziet in de competitie, dat ze heel dominant zijn in de rebound. Maar eigenlijk bij rust hebben we eigenlijk meer kansen gecreëerd dan AW. Het percentage lag niet zo ver uit elkaar. Dus dat was wel tekenend voor ons dat we de zaken goed op orde hadden. Dat zegt uiteraard niks voor de tweede helft. Want de tweede helft was het eigenlijk vrij snel 12-12. Vanuit de binnenkant waar de heer via Pardiek 2 goals noteert. En onze aanval eigenlijk wat stokte. Dus het werd eigenlijk echt een hele spannende fase. Je zag ook de spanning toenemen bij beide ploegen. Het ging er echt om. En uiteindelijk loopt AW ook terecht uit naar 12-14. En met een vrije bal van Mick Snell onder andere. Ja, dan is voor ons zaak om wel bij te schakelen en bij te blijven. En op dat moment staat Mike van bovenop en scoort eigenlijk de 13-14 en de 14-14. En we zijn eigenlijk weer terug in de wedstrijd. We zetten wat om, we brengen Noah naar het andere vak. Scoort ook gelijk eigenlijk zijn eerste schot of tweede schot in dat vak. Waardoor we de ruimte op de heren daarmee kunnen benutten. En we worden eigenlijk weer dominanter. En over de herengoals van Mike en Daan Rijksberg lopen we eigenlijk uit naar 18-15. Ja, dan staat er volgens mij voor mijn gevoel nog een stuk of 8-9 minuten op de klok. Ja, en dat verschil bleef best een tijdje zo, hè? Ja, dat bleef best een tijdje zo. Er werd eigenlijk niet gescoord. Eigenlijk beide aanval liepen stil. De aanvallen van Unitas werden snel afgebroken door AW. Aan de andere kant pakte Daan Rijksberg een hele belangrijke rebounds in de verdediging. Maar verdedigde eigenlijk heel strak en maakte gewoon de minste fouten. En dat resulteerde wel dat we die voorsprong konden behouden. Op een gegeven moment scoorten we de AW wel met een mooi schot van afstand. En is het eigenlijk zoeken naar een goal om het gat te behouden. En op dat moment maakt Lara Krijkamp aan de achterkant van de korf. En waar we toch denken dat we in het voorveld het verschil gaan maken. Ja, rond Lara eigenlijk het achterveld van de korf de bal op 5 meter af. Staat er 20-16 en dan zijn eigenlijk nog maar een paar minuten te spelen. En dan weet je eigenlijk al dat het niet meer fout kan gaan. En dan is het eigenlijk echt uitspelen van de laatste minuten. En hebben het eigenlijk AW wederom weer echt lastig gemaakt. En komt AW nog wel terug op 2017, 2018. Maar hebben het eigenlijk weer de vuur aan de schenen gelegd. En een conditionele partij van gemaakt. En duels hard gemaakt. En ook ervoor gezorgd dat ze de dominantie in de rebound. En ze hebben iets meer kansen genomen aan het eind dan Unitas. Maar niet zo dominant was als in een uitwedstrijd. Dus dat hebben we heel goed gedaan verdedigend. Ik denk dat we nog wel wat hebben weggegeven in de korfzone. Maar uiteindelijk denk ik ook gewoon een verdiende overwinning op basis van de hele wedstrijd. Grotendeels aan de goede kant van de score gestaan. En uiteindelijk ook volgehouden. Veerkracht getoond ook bij achterstand.
Dus ja, dat geeft natuurlijk weer heel veel vertrouwen voor de uitwedstrijd in Amsterdam aanstaande dinsdag. Ja, precies. Want het staat nu natuurlijk 1-1. En dan op naar die derde wedstrijd voor jullie. Ja, dus dat wordt een mooie uitdaging weer. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, Wilco, bij Top DSC, daar was het vorige week was de vraag, gaat Top de rug nog rechten? Het was best een groot verschil in Eindhoven. Nou, als je naar de stand, naar de uitslag kijkt, dan is dat in ieder geval gelukt. Ja, dat is zeker gelukt. Top tapte uit een heel ander vaatje. En dat was inderdaad heel duidelijk dat die een missie hadden en daar ook keihard voor gingen. En ik moet zeggen, ze waren niet zo lief en braaf als dat ze de afgelopen weken zijn. En zeker vorige week tegen DSC lieten ze zich eigenlijk met zich spelen. En dat lieten ze nu niet gebeuren. Ze gingen echt de strijd aan. Ze maakten er echt een gevecht van. Yeah. En DSC, komt in eerste instantie achter met 2-0. Dan loopt het een poosje gelijk op. Eigenlijk maakt dan DSC wel het gaatje. Die beheerst op dat moment wel de wedstrijd en het gaat naar 5-8 voor DSC. Yeah. DSC leidt dan eigenlijk wel de wedstrijd, maar het is nog niet over. Maar goed, dan zie je op een gegeven moment dat er ook wel kantelen. En van die 5-8 wordt het uiteindelijk 10-8. Dus dat houdt in dat het er op een gegeven moment een 5-0 fase is voor Top. Ja, dat is natuurlijk gewoon veel. Uiteindelijk blijft het bij elkaar na de rust. Het is met de rust ook 12-12, dus het is helemaal gelijk op. Ja, Maaike Raubos speelt bij DSC gewoon een erg goede wedstrijd. En mooie goals, echt prachtig. Ja, bij Top is Jill Haaienk echt geweldig. Die maakt ook 6 goals, maar niet alleen dat, die speelt gewoon heel goed. Ja, goed, een aantal mensen zien we ook niet helemaal terug. Nee, een Timo de Wit die vorige week eigenlijk de wedstrijd beheerste en zorgde dat DSC die won. Ja, die is er deze week niet aan te pas gekomen en kwam eigenlijk niet in de wedstrijd voor. Okay. Nou ja, na rust loopt het eigenlijk ook wel door dat Top het overhand houdt, maar het zit op het kantje. Hè. Het is een gevecht. Het blijft heel dicht bij elkaar. 16-14 wordt het uiteindelijk weer. Nick Picard krijgt nog een gele kaart door een duw te geven. Nou ja, het was niet zo heel erg bijzonder, maar wel terecht. Maar goed, dat maakte Top het even moeilijk. Maar het gif zat er echt in bij Top. En dat was ook het verdienste waarom ze die wedstrijd uiteindelijk ook winnen. En ze hebben er gewoon een paar hele goede mensen staan. En dat heeft DSC natuurlijk ook. Ja. Maar Tim Dekker is ook heel mooi om te zien. Kijk, en met zijn scores is hij niet echt heel erg nadrukkelijk aanwezig. Maar wat een atleet in die paalzone. Hij wint daar ook gewoon ook van de grote mannen. En dat is prachtig om te zien. En de meest onwaarschijnlijke ballen haalt hij er nog op. Maar er zit een beleving in bij Top van over ons lijk. Wij gaan die wedstrijd winnen. En dat blijft ook zo. Uiteindelijk lopen ze ook weg naar 2017. Ja, uiteindelijk 2018. Eigenlijk dezelfde stand. Ook daar een uitverkocht huis. En een prachtig sfeertje en al. Ja, weet je, dit zijn belevingen. Dat is fantastisch. En de derde wedstrijd in Eindhoven gaan we krijgen. Nou, ook daar zal het weer net carnaval worden. Want ja, goed, daar houden ze daarvan. En de feestjes vieren kunnen ze ook. Dus we krijgen weer een uitverkocht huis, denk ik. En van mij mag het toch wel een poosje doorgaan. Nou ja, om daar maar meteen even op in te haken. Ik had een vraag binnengekregen van een luisteraar. En die zei, er zijn toch nog zoveel meer klasses met schotklok. Waarom zijn daar ook niet play-offs in die hoogste regionen, in die klasses met schotklok? Juist, ik hoor iedereen van jullie zeggen, uitverkochte sporthallen, hoog in de beleving. Wilco, heb jij enig idee waarom ze dat vanuit de bond niet doen? Waarom we dat niet hebben? Ja, ik denk dat het inderdaad planmatig met de bond heel erg moeilijk is om wedstrijden te plannen met play-offs en dat weer zonder hallen echt beschikbaar te hebben. In de hoogste regionen hebben we vaak clubs die eigen hallen hebben, of in ieder geval dusdanig geprofileerd hebben dat ze ook die hallen kunnen krijgen. Ja. Aan de andere kant, ik denk dat het heel prima is. Alleen, die zijn alweer bijna op het veld bezig. Hè. De eerste oefenwedstrijden buiten zijn ook alweer geweest. En zolang wij nog een competitie willen waarin we inderdaad veld, korfbal ook nog mee laten bestaan en waarin we inderdaad daar ook gewoon een volledige competitie willen spelen, gaat dat niet gebeuren. Want dan kun je dat in de zaal niet voor elkaar krijgen. En ik denk dat het veldkorfbal, blijven we dat doen op deze manier of gaan we dat veranderen? Ja, dan kun je het belangrijker maken, denk ik. Maar ik denk dat daar wel een wisselwerking in zit. Ja, precies. Nou, gewoon fijn dat we daar het in ieder geval wel even over gehad hebben. En dus aanstaande dinsdag hebben we twee beslissingswedstrijden. Want volgend weekend staat natuurlijk de Korfbal League 2 finale al op de planning. Vooralsnog dus onduidelijk met wie. Zeker.
Ja, dan gaan we even door naar het beachkorfbal. We hebben het er natuurlijk vorige week al even over gehad. Maar André, hoe leuk dat jij dan weer bij ons in de podcast bent vandaag. Want jij bent onderdeel natuurlijk van die selectie nu. En ik hoorde je daar net al over zeggen aan het begin. Ja, dat is eigenlijk een beetje per toeval zo gekomen. Kun je ons meenemen in dat proces? Hoe ben jij onderdeel daarvan geworden? En hoe ziet als groep jullie traject er nu uit? Ja, dat kan zeker. Nou ja, in die zin per toeval. Het is niet dat ik de ambitie had, zeg maar, om te gaan beachkorfballen. Dus dat was eigenlijk het toeval in het verhaal dat ik op een gegeven moment een belletje kreeg van Roelof Koopmans, de bondscoach. Nou ja, of ik interesse had om bij de groep aan te sluiten. Ja. Aangezien vanuit de bond werden een soort selectiewedstrijden georganiseerd waar iedereen zich voor kon aanmelden. Die wedstrijden zijn volgens mij ook geweest en dat was volgens mij niet heel veel belangstelling voor en ook in ieder geval was het kwalitatief niet dusdanig dat dat Roelof Koopmans dacht van nou hier gaan we het mee doen, dus die heeft wat mensen gevraagd die in die zin beschikbaar zouden kunnen zijn, dus niet met play-offs nu zitten of wat dan ook, ondanks dat Mayer en Kroon overigens ook meegaat, ja. Die zitten dan wel mee, maar verder mensen die op hoog niveau hebben gespeeld en nog steeds wel gewoon korfballen. Dus Momo Stavenhuijten gaat mee, Mandy Koelman. Aangevuld met een aantal spelers uit Korfbal League 2. Marije Visser bijvoorbeeld. Dat zijn ook wat jongere spelers. Zo is die selectie een beetje tot stand gekomen. Er zijn toen nog een aantal trainingen geweest. Waarbij uiteindelijk ook weer wat mensen zijn afgevallen. Okay. En we hebben nu een groep van de 8 boven. Ja, en nu? Want het WK staat natuurlijk eind april uit mijn hoofd in Thailand. Ja, gaan jullie dan in de aanloop daar naartoe? Nou, nu nog een aantal keer met elkaar trainen. Jullie gaan daar natuurlijk ook naartoe. Gaan jullie daar lang van tevoren heen? Wat zijn de ambities? Hoe ziet het er verder uit? Ja, we trainen nu in ieder geval wekelijks in Aalsmeer. Ja. Dus dat is nu al een aantal weken zo. Op Mayerlijn Corona, omdat die dus midden in het traject van de play-off zit. Ja, logisch. Ja, dus dat en daar wordt dan wel weer een vervanger voor geregeld. Dus dat is op zich wel goed voor elkaar. We hebben nog een keer een soort teambuildingsdag in Havelte. Daarna gaan we volgens mij 4 dagen voor het toernooi gaan we daar naartoe. Dus we zijn er in totaliteit een week. Het toernooi duurt 3 dagen. Okay. Ja, en de ambities zijn in die zin redelijk duidelijk. De doelstelling vanuit de bond is om in ieder geval te plaatsen voor de World Games het jaar erop. Ja, en wat moeten jullie daarvoor bereiken in Thailand om je te plaatsen voor die World Games? We moeten bij de beste, in principe hebben we de beste 2 Europese landen eindigen. Waarbij eventueel bij de beste 3 ook nog voldoende zou kunnen zijn. Maar dat hangt dan weer af van bepaalde resultaten van Australië, geloof ik. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval andere werelddelen. Ja. Omdat er op de World Games maar 8 landen deelnemen. Zijn die plekjes redelijk beperkt. En mogen er dus ook niet alleen Europese landen aan meedoen. Nee, precies. Oké. Okay. Nou, leuk. Interessant, denk ik. Ook voor jou, wat je laat zeggen, niet per se de ambitie, maar wel leuk dat nu je dan gestopt bent bij LDRK, de selectie, dat dit ook nog toch wel weer op je pad komt. Ja, absoluut. En tot nu toe is het ook echt heel erg leuk. En is het natuurlijk niet zo van dat je er naartoe gaat en denkt, ach, het is allemaal wel prima. Je gaat, op het moment dat je gevraagd wordt, dat is eigenlijk een beetje het moment dat je denkt, oké, dit komt nu toevallig op mijn pad, daar heb ik er zin in. Al met al is het natuurlijk ook wel weer een leuk doel. Een leuke reis naar Thailand om dat mee te maken, dat is natuurlijk ook, speelt natuurlijk ook een rol. Maar je wilt daar natuurlijk ook gewoon met elkaar weer presteren. En ik denk dat we in dat traject nu langzaam wat stappen gaan zetten. Ja, leuk. We gaan het uiteraard volgen. En in een latere podcast zullen we het hier ongetwijfeld over hebben als jullie WK erop zit. Dan het toernooi dat nu gespeeld wordt is het EK onder 19. Vorige week waren natuurlijk de eerste play-offs bij de junioren. Dit weekend was dat niet, omdat Oranje onder 19 met het EK speelt. Wilco, jij hebt dat een beetje gevolgd. Kun je ons vertellen hoe dat ervoor staat? Ja, ik volg de juniorenkorfbal in de play-offs en ook het WK uiteraard. En ook voor Duitsland volg ik dat. Maar ik volg het ook vanuit belangstelling voor jeugdkorfbal. Ja, ik moet zeggen, het is een heel erg leuk toernooi. Ja, kijk, Nederland is buitengewoon buiten categorie en veel te goed voor alle anderen. Inclusief de Belgen, want die komen ook in de verste verte niet in de buurt. Maar Nederland speelt wel een mooie korfbal, is het leuk en doen hun best.
En later ook nog tegenstanders spelen. En ja, voor sommige mensen kun je echt genieten. Ja, Roosom heb ik weer naar gekeken. Is op dit moment nog topscorer van het toernooi. Okay. Of ze dat blijft, weet ik niet. Want ja, de finale moet nog gespeeld worden. En of ze daarin speelt, weet ik ook niet. En ja, goed, het is nog bezig op het moment van de opname. Yeah. Maar goed, het is mooi om te zien. De Tsjechen hebben een mooi team. Die spelen goed. En Jitka Pavlikova is echt een dame. Nou, die kunnen we ook wel eens in de gaten houden. Want dat is echt wel een dame die echt gewoon goed wordt. En ook de Engelsen hebben een mooi team. En die spelen ook gewoon echt mooi, leuk korfbal. Kijk, niet in de buurt van Nederland en daaronder een heel stuk België. Maar spelen gewoon verzorgd, leuk, goed korfbal. Tsjechië en Engeland. Dus leuk om te zien. Nou, ik denk dat voor een heleboel landen dat toernooi echt fantastisch leuk is om te zien. Ervaringen op te doen. Nou ja, weet je, het is prachtig om te volgen met jonge mensen. Jeroen Boonstra van Unitas speelt daar ook nog. Yep. Volg jij het ook een beetje, Mark? Nou, ik probeer het wel wat van te volgen, maar over het algemeen lukt het vrij weinig. Maar ik probeer wel Jeroen Boonstra inderdaad te volgen als hij de speeltijd krijgt, om dat wel te aanschouwen. En ik vind gewoon, wat je ook terecht zegt, is ook een mooie ervaring. Hè? Zo'n toernooi, de weerstand misschien wel wat lager. Maar uiteindelijk is het wel ook voor zo'n jongen vanuit Unitas ook een mooie ervaring om op te doen. En uiteindelijk om zijn talent daar te etaleren op zo'n toernooi. Dus dat is alleen maar mooi om te zien. En ook weer goed voor hemzelf qua ontwikkeling. Ja. Ja, precies. Ja, want inderdaad, Wilco, je zei het al. Vandaag, op het moment van opname, vanmiddag om 4:00, we nemen het op op deze zondag, is de finale. Ja. Is inmiddels ook al bekend tegen wie Nederland die gaat spelen? Nederland gaat hem in ieder geval spelen, dat is duidelijk. Ja. En België heeft ook gewonnen van, ik heb hem net gekeken, maar ik weet het eigenlijk niet meer. Nederland. Maar het wordt Nederland-België. En, het wordt Nederland-België, ja, want volgens mij ging het tussen Engeland en België. Ja, dat klopt. En dat Engeland deed het inderdaad de eerste twee kwarten nog goed. En daarna liep België weg. En dat was ook heel, dat is ook te verwachten. En ook Engeland komt nog niet in de buurt van de Belgen. Ja, weet je, het is denk ik een heel mooi toernooi om te spelen. En voor het korfbal internationaal is het goed. En zeker voor de ontwikkeling van andere landen. En ja, voor Nederlanders is het natuurlijk een fantastische ervaring om gekozen te worden voor je land en daar te mogen vertegenwoordigen. Zijn er nog mensen van LDODK bij, André, dat jij weet? Ja, Amber Klaren. Oh ja, klopt. Ja. Is mij. Ja. Ja, want ik dacht eigenlijk dat Danique ook in die selectie zat, Danique Klaren. Omdat de play-offs et cetera nu zijn, is die volgens mij niet meegegaan. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Ja, dat klopt. Dat is bij top ook zo. Hè? Bij top hebben we ook mensen die eigenlijk daarbij zitten. Alleen ook niet meegingen. Want je moet kiezen op een gegeven moment. Ja, je moet inderdaad niet op meerdere plekken tegelijk zijn. Nee. Dus keuzes. Ja. Nou, en volgende week zijn de junioren allemaal weer terug en gaan zij ook de tweede play-off wedstrijd spelen. En daarmee zijn we ook weer aan het eind gekomen van deze aflevering en gaan we vooruitblikken. Zoals we al zeiden, een hele hoop wedstrijden die gespeeld gaan worden deze week. Waar we beginnen dinsdag 2 april, de derde play-off tussen AB en Unitas en DSC en Top. Wilco, wie gaat die derde play-off tussen AB en Unitas winnen? Ja, dat is een hele mooie. En Mark zit erbij, maar uiteindelijk denk ik bij mezelf van het wordt een hele close wedstrijd weer. En ik denk dat Unitas, misschien de competitie niet, maar op het moment dat ze er moeten zijn, zijn ze er. Maar ik zou me niet verbazen als het uiteindelijk met een verlenging toch AW gaat worden. Want de ervaring is denk ik zeker in dat soort wedstrijden zo belangrijk. En ik denk dat AW dat net wat meer heeft. Gaan we weer verlengen, dan kunnen we in ieder geval lang korfbal kijken. Mark, de andere play-off, DSC Top. Wie gaat daar die derde wedstrijd winnen? Ja, dat is ook een goeie. Ik denk dat het ook, we hebben natuurlijk op 1-1, maar twee verschillende, totaal verschillende wedstrijden natuurlijk. Ja. Ik denk ook wel dat de derde wedstrijd binnen een aantal dagen, een uitwedstrijd op dinsdag. Belangrijk, Top heeft ook veel moeten geven. Uiteraard DC ook, waren harde duels, zag ik terug. Ja. Dus ik denk dat het close call wordt. Maar ik denk dat ik dan net het thuisvoordeel op die dinsdagavond, enkele dagen later aan DC toch net met een heel klein verschil zal gaan winnen in mijn beleving. Dat gok ik. Oké. Okay. Ja. Mark, mag ik je nog wat vragen? Want je zegt inderdaad, het is dinsdagavond alweer. Hè? Ja. En je hebt gisteren gespeeld. Ja. Hoe ga je dat nog voorbereiden, die wedstrijd? En hoe ziet dat schema eruit? Want ga je vandaag nog trainen of morgen? Of hoe ga je dat met elkaar bewerkstelligen? En gaan mensen werken dinsdag of hebben ze vrij? Nou, dat is een goede vraag. Tijdens de coronaperiode hebben we het ook wel zo'n aantal van die weken gehad. Twee jaar geleden. En toen speelden we eigenlijk ook wel wedstrijden op dinsdag. Het is heel simpel.
Je moet zorgen dat het lichaam de rust krijgt, de voeding goed is en de slaap goed is. En hard trainen, of in ieder geval trainen, heeft in die zin ook niet zoveel zin meer. Want uiteindelijk is het gewoon de prestatie die je op dinsdag moet neerzetten. Dus wat uitlopen vandaag voor jezelf. Hè, dat hangt ook echt per speler af wat je prettig vindt. En morgen is er wel gelegenheid om in ieder geval wat te doen. Hè, dus wat te schieten als je dat zou willen. Maar we laten de spelers met name vrij. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk nu ook om het mentale stukje. En dinsdag komen we vroeg bij elkaar. Dus einde van de middag. En dan bereiden de wedstrijd voor. Eten we gezamenlijk en reizen die kant op. En dat voelt op dit moment gewoon het beste om ter voorbereiding op zo'n dinsdagwedstrijd. Maar dan heb je toch een heel duidelijk plan wat je van plan bent. Ja, daar denk ik wel over na. Waar ze ook moeten letten en hoe ze moeten omgaan, mee om moeten gaan. Ja, na de wedstrijd al gelijk. Dus. Ja. Dat zie ik ook terug. Ze willen graag, dus dit is wat ze willen. Dit is waarvoor ze trainen. Die hebben veel keihard voor gewerkt het hele seizoen. En dat willen ze niet op het dinsdagavond niet laten gaan. Dus die zullen er alles aan doen om er weer te staan in de dag. Nou, prachtig. Heel veel succes. Ja, mooi inderdaad. Dan hebben we aanstaande vrijdag ook nog de reserve korfballeague finale tussen PKC 2 en Fortuna 2. André, LDRK 2 heeft daar ook nog, die had ook de play-offs voor het eerst bereikt, hè, daar. Klopt, ja. Ja, en helaas 19-20 verloren van Fortuna 2. Ja, en als je dan die wedstrijd gezien hebt, verwacht je dan dat Fortuna 2 misschien wel zou kunnen winnen? Of heb je daarvoor niet voldoende kennis van bijvoorbeeld op PKC 2? Nou, ik denk wel dat Fortuna kans heeft om te winnen. Maar als ik zou moeten kiezen, dan denk ik dat PKC 2 nog net iets beter is. En dan zou ik zeggen PKC 2 als winnaar. Maar dat is zeker geen uitgemaakte zaak. Ik denk dat het best wel dicht bij elkaar ligt. Precies, oké, dankjewel. En dan zaterdag staan er ook een heleboel wedstrijden op de planning. Wilco, de tweede play-off tussen DVO en LDRDK. Die gaat naar winnen. Gaat DVO het afmaken in eigen huis of komt er een derde wedstrijd? Nou ja, ik zei vorige week dat DVO in twee wedstrijden ging winnen. Dus daar blijf ik bij. dat lijkt me helder. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe LDO dit gaat opvangen. En hoe ze dit weer op de rails krijgen. Want het is denk ik een ontzettend moeilijke klus om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, ik blijf erbij dat DVO dit in twee wedstrijden gaat afmaken. Ja. Oké. En André, KZ PKC, heeft PKC ook aan twee wedstrijden genoeg? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat PKC het daar gaat afmaken. En dat ze niet op dinsdag hoeven te spelen. Ik hoop bij de andere wedstrijd wel dat er nog een derde wedstrijd komt. Want het zou wel jammer zijn als we die dinsdag geen wedstrijd hebben. Dus eigenlijk hoop ik dat wel bij één van beiden in ieder geval dat het 1-1 gaat worden. En persoonlijk hoop ik dan natuurlijk dat het bij DVO LDRK zal zijn. Ja. Het lijkt me heel logisch. Zal er ja, precies. Ja. Maar het wordt een hele lastige opgave. Dus ik denk wel weer dat het heel dicht bij elkaar gaat zitten. Oké. Dan hebben we ook nog twee junioren play-offs. Mark, Unitas A1 tegen Fortuna A1. Het was in Delft, heeft Unitas er heel hard voor geknokt. Maar mocht het nou niet baten uiteindelijk. Mm-hmm. Hoe gaan ze dat volgend weekend doen, wat jou betreft? Nou, ik denk in die wedstrijd, de eerste helft lag het echt aan Fortuna aan de kant. En de tweede helft heeft Unitas A1 echt veerkracht getoond. En wat wijzigingen omgezet. En kwamen nog echt wel dichtbij bij Fortuna. En ik anderzijds denk ook dat het ervaring is van zo'n wedstrijd spelen. Fortuna doet natuurlijk al jaren dat soort play-off wedstrijden. En dat is natuurlijk weer een nieuwe ervaring. En die hebben ze nu wel meegemaakt in een goed gevulde Fortuna hal. Dus ik denk dat ze thuis er alles aan doen om het echt Fortuna zo moeilijk mogelijk te maken. Dus ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd. En ik zou het mooi vinden als daar ook nog een verlenging uitkomt. Maar ik ben heel benieuwd. Ja, dat snap ik. En dan de laatste, Wilco. PKC A1, DVO A1. De eerste wedstrijd werd natuurlijk gewonnen door DVO. Ja, ik was daarbij. En PKC had een handicap. Die miste hun topscorer, Shane Timms. Die was er niet aanwezig, die was ziek. Ja. Dat scheelt wel. Ik moet zeggen, John Reemans, zeer goede rebounder, werd deze keer redelijk afgehouden door Matthijs de Koning. Maar ik moet zeggen, ik verwacht eigenlijk dat die jongens revancheert. En het wordt een heel close call. En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat PKC die net gaat winnen. Oké, nou als dat zo is, dan krijgen we nog een hoop extra wedstrijden in ieder geval. En natuurlijk hebben we volgende week zaterdag ook die korfballeague 2 finale. Maar met wie? Dat is nog niet bekend. En dus gaan we ook niet voorspellen. Daar komen we volgend weekend uiteraard terug. Dan zijn we er doorheen voor vandaag. Mannen, fijn dat jullie er waren. André, veel succes in Thailand. En Mark, veel succes aanstaande dinsdag. Dankjewel.
En voor nu zijn we er doorheen. En volgende week zijn we terug met een heleboel beslissingen in ieder geval. Tot dan.